Dit is onze eerste cheetah voor vandaag. Maandag nog wat, 19 of 18. Dit zijn ongeveer de wegen waar je honderden kilometers op rijdt. Dat is best leuk. Onze eerste echte 4x4 trek van 81 kilometer naar de K-gate. En daar rijden we dan zo in het landschap. De bandjes zijn al wat lager van spanning. Op nummertje 2. Misschien moeten ze nog wel wat lager. Dat zien we zo wel weer. En dit is de omgeving. Heel veel grasland. Ja, en dan de eerste dag rijden in Botswana. En dan heb je een upgraded road. Dat betekent nog meer zand. En vooral heel breed. Maar veel beter. Nu moeten we met 4x4 aangedreven auto rijden. Net hoefde dat nog niet. Maar nu wel. Maar daar gaan we dus. Greco rijdt. Gelukkig maar. Ik ben niet zo stoer. En we gaan 60 km per uur ongeveer. Ik weet niet of het te zien is. Maar we hebben een springbok voor de auto. Net waren we het er nog 3. En hij snapt het nog niet helemaal, dat het handig is om gewoon van de weg af te gaan en een ander spoor te kiezen. Kijk, en daar zijn we dan, hè. Welcome to Moremi Southgate. Dit zijn de weggetjes in Moremi. Met zo nu en dan echt wel diepe gaten. Je kan je voorstellen dat het hier in de regentijd echt heel lastig is om te rijden. Nu gaat het goed. Nu lekker droog. Nou, rijden maar, Greco. Ga ik het filmen? En waarom ga je er nou dwars over, Greco? Het hotst en bot zo, Greco. Dan kan ik toch niet filmen, Greco. Een lange reis. Zijn we dan bij Tour Bridge. Het staat een beetje onder water. Tour Bridge. We hebben door het water gereden, maar dat hebben we vergeten op te nemen. Ja. Dus nu gaan we dit opnemen. Greco denkt dat het houdt. En ik denk... Oh mijn god, we moeten nog een keer terug ook. Maar dat terzijde. Geheel terzijde. Geheel terzijde. En we gaan dus nog een keer door het water. Maar nu is het niet diep. Nu is het niet diep. Nu glitsen we gewoon heen en weer. Vast. Kijk, zo kan je vast komen te staan als toerist. Zo stonden wij gisteren ook. En dat staat niet fijn als je daarin staat als toerist van een dure lodge, denk ik. En je staat goed diep ook. Maar goed, hulp is on the way. Hier moeten wij ook zo meteen doorheen. En dat gaat behoorlijk onder water. Ja! Hier gaan we door het water. We kunnen alleen maar vast komen te zitten. Ik heb natte voeten. Maar we gaan het door!
eentje deze kant op trekken hoor. Ja. Nog niet. Wacht. Ik ga. Ik zie het helemaal niet. Ja, hij gaat helemaal weg. Okay. Ik kan hem niet. We hebben net ons tractaatje met de wilde honden gehad. Dit is ook erg mooi zeg. Allemaal bijetertjes. Naast elkaar op een takje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schitterend. Precies in het park zitten ze. Ja, in de park boundary. Dit is een andere weg. We rijden nu richting Kazane. Naar de wilde honden. Dat heb je net al gehoord. En dit zijn ze. En ze schijnen dit jaar erg mooi te zijn omdat er ontzettend veel regen is gevallen. We gaan zo meteen daar langs. En zo worden wij wakker dan. Even voor het beeld. Hier is Krekor. Vuurtje aan het stoken. En nou, hoeveel meter zou het zijn? 100? En in onze achtertuin steeds meer olifanten. Gaan we niet pakken. Recht voor. Actie. Ja. Heb je hem? Ja. Hij is gewond. Zet hem gewoon. Nu ongeveer recht voor ons. Ja, het zijn er wel veel hoor. Dat is echt van gut. Dit zien, zo achter elkaar. Ja. Helemaal een soort staartvast. Heb je die? Ja. Heb je die erop? Ja. De polonaise. Ik kan alleen niet echt inzoomen, dat is het niet. Ik kan het zo zien. Moet ik het doen? Nee, dan moet ik eigenlijk vast. We blijven. Nu even een opname, niet door het raam heen, maar gewoon live. Kijk. Even de face. En daar gaat hij. En daar is hij. Goedemorgen.